De Nederlandse Spoorwegen, NS, willen meningen naar de exploitatie van de regionale spoorlijnen. Dat laat NS-topman Roger van Bokstel in een interview in de Volkskrant weten. Hij is al bij provinciale bestuurders langs geweest om dat duidelijk te maken. Als eerste heeft van Bokstel zijn oog laten vallen op de trajecten doordrecht gelden en Amersfoort-Zweede Wageningen, waarvan de vervoersconcessies de komende jaren aflopen. Zegt hij tegen de krant, de topman reageert ook op kritiek dat er sprake zou zijn van oneerlijke concurrentie, omdat de NS een staatsbedrijf is, hij vindt niet dat op het spoor een volledige marktwerking functioneert. Onze concurrenten houden ons scherp, maar bij een verdwijnt iedere verdiende euro wel naar het buitenland. Al dus van Brockstel. Ik vind het bizar dat Kamerleden iedere dag naar de microfoon hollen om voor Axo, Unilever of namens uit het buitenland tegen te houden. Maar ben is denken, laat dat bedrijf nog maar een paar lijnen inleveren. Met welk doel, waarom nog meer versnippering?